Here we go! All of meat! Oh, dat doet pijn aan je billen. Miracle Whip! Boom! Yo kijkers, met een bestand en welkom een nieuw video van Skate 3. Ik zit in een hele aparte enkel, maar dit is zo lang geleden. Skate 3 is zo lang geleden. Ik heb ook heel lang echt gewoon geen Skate 3 gespeeld. En damn, wat heb ik het gemist. Ik ben even ingekomen. Ik heb het zo hard gemist. Hopelijk willen jullie ook meer van zien. Dat kunnen jullie laten zien door middel van de like achter te laten. Ik ben benieuwd wat hier is. En oké, ik spring meteen echt van een mega hoge ramp af. Oké, hier heb ik zin in. Nee, ik wil geen hippie jump. Nee, kom op, waarom is het zo moeilijk om op die ramp te komen? Waarom? Die ramp is zo shit gemaakt. Wat is dat nou? Je kan echt amper normaal op die ramp komen. Weet je wat? We doen wel deze. Want deze ramp gaat denk ik heel erg vet zijn. Here we go. Oké, dit is echt een huge ramp. Ik ga wel een Christair frontflip. Ja, of doe gewoon lekker helemaal geen frontflip, hè? Doe gewoon lekker helemaal niks. Wat gaat het fout? Oké, hier. We doen wel een Miracle Whip backflip. Oké, dat is een Christair backflip. Kijk, me zweven. Woehoe! Kickflip, underflip. Kunnen we hier een handplant? Een handplant? Oh, net niet. Net niet. Hier. Kom op, gast. Oeh, handplant. Gymnastic plant. Woe. Oké, yes. En dan kunnen we hier een Miracle Whip backflip. Oh ja, af en toe gewoon helemaal niks met je Miracle Whip. Oh, die was super clean. Dan kunnen we ook dit. Die was zo super clean. Kunnen we ook dit? Oh, dat is zo pijnlijk. Weet je wat ik eigenlijk best wel wil proberen? Ik wil dit proberen. Je gaat er gauw genoeg achter komen. Oh, dat is pijnlijk. Dat vond ik echt enorm pijnlijk. Dat is echt heel erg pijnlijk. Dat is echt heel erg pijnlijk. Oké, ik heb best wel een vet idee. En dat is gewoon even zo'n cheeky grind. Maar daarvoor ga ik echt veel te snel. Ik wil even een bol vinden. En hier zit volgens mij een bol. Ja, daar zit een bol. Hoe de F komen we in die bol? Oh, daar heb ik wel een heel goed idee voor. Oké. Hoppa. Kom op. In de bol. Nee. Oké, dit is een halfpipe. Hé, dat kan misschien ook. Dat is misschien juist wel beter. Hier. Oeh, nee. Kom op. En dan kunnen we hier zo'n cheeky grind. Die is heel vet. Oké, en dan gaan we nu overspringen. Yes! We zitten in de bol. Hoppa. Zullen we even wat traditionele tricks? Oh, let's go. Eigenlijk wil ik het daar wel even heen. Miracle Whip! Boom! Hier. En in de bol, in de bol. Oh, ja, breek je poot anders maar. Oh, kunnen we zo? Woe! Hier, je kan gewoon zo. Woe! Oh, deze ga ik heel clean halen. Yo, die was zo clean. Batterijen. Ik heb zoveel geluk dat ik nog batterijen heb. Ik wil even eigenlijk naar de ditch gaan. Hele lange tijd geleden dat ik naar de ditch ben gegaan. De memories. Kijk, er is ook hier een toerist. Ik weet niet waarvoor je hier op vakantie zou gaan. Eigenlijk wil ik de perfect run voor de ditch even proberen. Maar die kan ik helemaal niet. Volgens mij moet je dan hier. En dan moet je allemaal bepaalde tricks doen. En dan kan je echt de perfect run. En dan moet je hier. Oh nee. Dit is voor als je zonder speed glitch op de brug wil. En dan moet je zo. Dit moet je dan doen, maar dan met echt heel veel snelheid. Nee, oh my god. En dan moet je hierheen. Hij was zo perfect. Behalve het feit dat ik geen snelheid had. Dan ga je zo en dan ga je daarboven. En dan kan je over beide bruggen heen springen. Oké, weet je wat ze wel kunnen doen? Dat is zo pijnlijk. Dat is toch niet zo moeilijk te missen. Kijk hoe groot dat is. Oh, dan ga je... Je kan hem nu niet inzitten. Ligt het nou aan mij of is mijn guy echt gewoon zo trash? Zo! Toch niet zo moeilijk. Kijk, here we go. Woehoe. Oh, hij stopt ineens. Oké, ik schrok. Hoppa. Oh, dat is allemaal zo pijnlijk. Waarom maak je het allemaal zo pijnlijk? Laten we gewoon even niet voor de snelle run proberen. Maar gewoon even proberen even gewoon een vette run op te zetten. En dan kunnen we zo... Ja, het is vooral een vette run als je letterlijk alleen een no-foot air doet. En gewoon geen flip. Hoppa. Oh, ik knuffelde hem en hij vloog weg. Dat was zo mooi. Hier, kijk dit. Kijk dit stom haar aan de kant. Hier, ik knuffel hem letterlijk. Dit is toch super cute. Matties voor het leven. Ik heb eindelijk vrienden gemaakt in Skate. Ik weet niet wat daar gebeurde. Let's go. Ik heb best wel een idee. Kom op. Oh, deze gaat heel unsatisfying worden. Ja, oké. Dat was heel erg unsatisfying. Waarom maakt mijn poppetje nooit een flip? Dit is echt een miracle. Miracle Whip. Haha. Woe. Nee.
Hoezo val je daar? Alsjeblieft. Kom op, ik wou weer gewoon even de koele run op te zetten. Oké, dat is best wel lauw. Oh, dat is best wel lauw. Behalve dat je gewoon niet op je skateboard kan blijven staan. Oké, kunnen we dan zo? En dan zo? Ja, oké, dat is niet helemaal wat ik in gedachten had, maar het zag er best oké uit. Weet je wat je hier kan doen? Je kan hier een wallride doen. Je kan daar een wallride doen. Ja, alleen ik weet niet meer hoe. Kom op. Doe alsjeblieft een keer een Miracle Whip, verdorie. Of een Christ Air Flip. Woe! Oké, kom op, dit is je kans. Hier is het zo makkelijk. Het is zo makkelijk om daar een flip te doen. Ik heb zo'n leuk idee. Wacht, dan moeten we even teruglopen. Ik moet daar namelijk even mijn marker hebben. Kom op, kan je... Oh my god, hij raakte me zo bijna. Dan zou ik echt gaan gillen. Oké, zo. En dan kunnen we zo. En dan gaan we in een coffin. Nee. Let's go, we gaan door het gehele park in een coffin. Hier heb ik zin in. Woehoe! Oké, deze moeten we wel even goed doen. Je moet hier niet draaien. Yes. Oké, hier moeten we wel draaien. Hoppa. Nee, kom op, we hadden hem zo bijna. Of je gaat gewoon, je neemt gewoon een shortcut. Je kan natuurlijk ook een shortcut nemen. Oh ja. Je kan inderdaad een shortcut. Hier. Oh, dan breek je echt letterlijk je rug. Ik wil een hippie flip proberen. Maar dan moet je een bepaalde soort combinaties doen. Omdat het heel moeilijk is. Dus mensen maken dan een soort combinatie, zodat het makkelijker is. Als ik hem zo haal, dan ben ik zo'n blije jongen. Want dat is zo lastig. Maar dat gaat toch niet gebeuren. Here we go, laatste poging en ik heb er geen zin meer in. Weet je waar ik wel zin in heb? In dit. Oh ja, dit is echt het dingetje hoe je moet doen. Hoppa, oké, dat is niet... Ik deed een airwalk. Oh nee, een tailwalk was het. Kijk, ik wil even dit doen. Waarschijnlijk kan ik het niet meer. Kom op, ja. I'm back in the game. Hoppa, I'm back in the game. Ik ben legit back in the game. Nu ga ik overal tail... Oké, dat is geen tailwalk. Maar nu kan ik... Als het goed is, ik kan... Oké, ik kan nog steeds geen tailwalk. Ik kan legit... Ik vind het echt moeilijk om een tailwalk te doen. Maar die run, daar was ik... Oké, nou niet trots op, maar ik vond hem wel cool. Hoppa, oeh. Let's go. Wow, inderdaad. This is zeker gonna be sweet. Nee, ja, oké, behalve dit. Oh, ik landde hem legit ook nog. Hoe is dat überhaupt mogelijk? Hoppa. En op. Woe! John Cena. Kom op. Stik omhoog. B. Linker trigger. Hoppa. En. Let's go. Oké, dat is letterlijk dezelfde trick. Laat me alsjeblieft een tailwalk doen. Hoppa. Eigenlijk moet ik hem dan ook zo heel vet draaien. Kijk, dat je zo doet. En dat je dan zo. Woe! Oh, die was sick. Die was echt sick, die flip. Ik wil echt even een tailwalk flip doen. Oh my god, als je die landt. Dat is letterlijk het vetste op planeet aarde. Dat is echt cool. Dat is echt cool. Misschien kunnen we hier zo. Hoppa. Oké, en die is echt easy. Oké, dat is niet wat ik wil doen. Laat mij eens een keertje doen wat ik wil doen. Oké, dat is ook niet helemaal wat ik wil doen, maar dat zag er wel vet uit. Oh, Asje, die moet je echt landen. Asje, die landt is echt sick. Maar ik wil hem zo vanaf die hoogte. Want kijk, gewoon zo'n flip, dat is niet zo moeilijk. Maar van die hoogte en hem dan goed draaien. Dat is super makkelijk, maar voor some reason kan ik het niet. Kom op, ik had hem zo bijna. Nee, ik weet denk ik hoe ik hem moet draaien. Ik denk dat ik het dan zo kan doen. Ja, zo. Dat is niet helemaal wat ik wil doen. Kom op. Oké, weet je wat? Ik kan hem niet. Ik heb zin in hippie jumps. Of jullie het nou leuk vinden of niet. Ik heb zin in hippie jumps. Hippie jumps zijn heel leuk. Oké, ik... Wow, dat zag er zo vet uit. Woe! Oh, ik dacht ik doe even een lauwe flip om cool te doen. Ja, kijk. Deze plek is zo legendarisch. Dit. Hier kan je zo'n soort mini, vette mini grind doen. Even speed pakken. Hoppa. Oh. Oké, het ziet er echt niet uit. Maar ik vind het wel vet. Hoppa. Die is heel sick. Dan kunnen we zo.
Oh, ik vind het zo mooi omdat hij zo krapjes is. Wat een misgunners hier. Oké, ga weg. Ga weg! Zo irritant. Dat is echt zo'n stepkind die aan het sneken is. Ik ga weer even terug naar Super Ultra Mega Park. Omdat ik wil beneden... Ja, kijk hier. Als ik hier even... Bam! Als ik hier naar beneden ga, dan kunnen we hier... Als ik even zo doe... Hier wil ik winkelkarretjes en zo zetten. En ik weet niet hoe ik dat überhaupt had geland. En dan ga ik gewoon zo'n open containerbak. Die ga ik gewoon... Oké. Controls. Half meat mode. Here we go! Half meat! Oh, dat doet pijn aan je billen. En... Beam! En dan kan ik hier nu even respawnen. En dan kunnen we nu zo. Ik wil even reset props. Kijk, wat ik dus nu ga doen is... Ik ga echt heel veel winkelkarretjes plaatsen. Ik weet niet eens waarom, want het heeft echt letterlijk nul nut. Ik ga in een bal. Oh, net gemist! Oké, een bal. Go! Ja, ik landde erin! Kom op, blijf erin. Nee. No, don't you dare go out. Oh. Ja, ik zit in een winkelkarretje. Ik zit erin. Let's go, we did it. En letterlijk ook op het einde van de video. Ik sta er letterlijk op met mijn skateboard. Hoppa, oké, dat zag er heel erg vet uit. Nou, kijkers, smash even die like als jullie deze video super awesome vonden. En misschien kunnen jullie in de comments ook even challenges sturen. Wat ik in de volgende skatevideo kan gaan doen. Qua challenges in de normale map. Of gewoon een bepaalde lijn aan tricks die ik moet doen. Dat soort dingen. Ik zie jullie bij de volgende video. Later. Bro, hij heeft op zich best wel gelijk, want ik sta letterlijk in het midden van de ramp.